Als we straks in 2050 bijna alle energie opwekken met wind en zon, wat gebeurt er dan als de wind niet waait of de zon niet schijnt? Bovendien stijgt de vraag naar elektriciteit. Het is de taak van TenneT om vraag en aanbod in balans te houden. Maar hoe dan? Wij gaan het voor jou uitzoeken. De windmolens en zonneparken schieten als paddenstoelen uit de grond. De duurzame energie die opgewekt wordt, moet natuurlijk ook getransporteerd worden. Betekent dat dan dat we steeds meer van dit soort masten gaan zien? Of gebruiken we gewoon dikkere kabels? Robert-Jan weet er alles van. Hey Robert-Jan. Hallo. Zeg, hoeveel kilometer kabels en lijnen hebben we eigenlijk in Nederland? Ja, als je rekent van een punt A naar B, dan hebben we 4000 kilometer aan hoogspanningsverbinding in ons netwerk en zo'n 1900 kilometer aan kabels. En daar komt nog heel veel bij. Ja, daar komt nog best wat bij. In de komende paar jaar leggen we sowieso al zo'n 200 kilometer aan extra hoogspanningslijn aan. En ook 500 kilometer aan kabel leggen we in de grond. Ja, en als ik kijk naar de energietransitie en wat de plannen van Europa zijn en de versnelling in Nederland, dan verwacht ik dat de komende jaren er nog veel meer bij komt. En lijnen hangen in de lucht? Kabels zitten in de grond? Ja, dat is een leuke vraag. Ja, lijnen hangen in de lucht en kabels die stoppen we inderdaad in de grond. Hoe bepaal je dan wanneer er een lijn komt en met welke spanning? Ja, dat hangt af van de hoeveelheid stroom die je moet transporteren en ook over welke afstand. Waarvoor je dan kunt kiezen tussen bij TenneT 110 kilovolt en 380 kilovolt. En als ik het goed begrijp, 380 kV, dat is een soort van snelweg. Ja. En dat andere zijn BW'en. Ja, dat is een mooie metafoor. Dus net als met een weg heb je veel verkeersaanbod. Dan zijn het grote, brede wegen. Ja. En met kleinere zijn ze wat minder. Hey, en zijn die kabels dan ook echt dikker? Of werkt dat zo niet? Sowieso zie je bijvoorbeeld hier in de mast daarachter dat er niet één geleider in hangt, maar altijd in bundels van twee of hier zelfs in drie. Ja. Dus over drie kun je meer transporteren dan over één. Oké, ik heb hier een kabel, toch? Ja, zo wordt het wel in de volksmond genoemd. Maar dit is eigenlijk een lijn, een draad, een hoogspanningslijn. En wat je kunt zien is dat die is opgebouwd uit allemaal aluminium draden. Het is ook versterkt, want normaal is aluminium heel zacht. En tezamen kun je zien dat het één grote geleider vormt. En daar langs transporteren we onze elektriciteit bovengronds. En laat dan ook eens een kabel zien. Ja, nou, laat ik deze even zien. Dit is een kabel. Ja. En eigenlijk zie je een beetje hetzelfde als bij de lijn. Hè? Dus je hebt ook te maken met een aluminium geleider. En daaromheen zie je een kunststof mantel en een hele afdichting. En die afdichting is wel heel erg belangrijk. Dus je moet ook voorkomen dat die kabel nat wordt, dat die vochtig wordt. Je hebt te maken met boomwortels en met graafmachines, hè? Mechanische impact. Dus dat moet allemaal heel goed worden afgeschermd. Ik ben eigenlijk wel benieuwd ondertussen hoe dat gaat, zo'n lijn inhangen. Nou, hartstikke leuk. Kan ik je laten zien. Ga je mee? Hey! Dit is spectaculair, ja, Robert-Jan. Dat is wel gaaf, hè? Ja. Wat zijn die mannen aan het doen? Ja, ik had je net verteld dat we ook verbindingen aan het bijbouwen zijn vanwege de energietransitie. Maar dat doen we niet alleen. We kijken ook hoe we bestaande verbindingen, zoals we die hier hebben, hoe we die beter kunnen benutten. En wat je hier ziet is dat ze de voorbereidingen aan het doen zijn voor het intrekken van een nieuwe geleider. He, zo'n draad die door de hoogspanningsmasten heen gaat. En dat zijn ze hier aan het doen. Dus de isolatoren die worden eraf gehaald, er worden wielen ingehangen. En allemaal voorbereidingen om straks die nieuwe lijn in de hoogspanningsmassa trekken. Er is wat dat betreft allerlei innovatie gaande. En we hebben nu voor een nieuw type geleider kunnen kiezen die meer transportvermogen heeft. En ik neem aan dat TenneT dat niet alleen doet. Nee, dat klopt. Nee, innovatie doen we echt in een groot en internationaal netwerk. Dus we zijn continu aan het leren en kennis met elkaar aan het vergaren. Dus uitdagingen genoeg. Hey, super bedankt voor je uitleg. Graag gedaan. En ik blijf nog even kijken wat die mannen allemaal aan het doen zijn. Ik kijk met je mee. Leuk. Ja, is gaaf, hè?